De gemeente Twente Randan in Overijssel wil een tijdelijk vluchtelingenkamp voor Oekraïners in Friezeveen weg hebben. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel mooie initiatieven, hè, van mensen die graag Oekraïners willen opvangen. Maar vanaf het begin af aan werd er ook al gevreesd voor dat het misschien niet zo handig zou zijn als mensen dat op eigen houtje zouden gaan organiseren. Nou, in Friezeveen hebben ze dat wel gedaan. Daar was een groep mensen die graag mensen wilden helpen. En ze hebben deze staakcaravans neergezet op het terrein van een van die mensen. Ze melden dat vervolgens bij de gemeente, maar die zei ja, daar hebben we geen vergunning voor afgegeven. Dus je moet die staakcaravans weer opbergen. Het kamp moet daar weg. Het mag geen vluchtelingenkamp worden op dat terrein. En ze staan vandaag zelfs voor de rechter om dat af te dwingen. Want die groep mensen die had eerder bij de rechter al afgedwongen dat het tijdelijk nog wel mag blijven staan in afwachting van die vergunning. Nou, de gemeente die zegt dus ja, we willen dit niet op deze manier hebben, want je had eerst die vergunning ook moeten aanvragen. Ja, en zo zie je dan toch dat mooie initiatieven dan stuk lopen. Ja, dat vind ik jammer. We hebben namelijk een hele grote opgave om die mensen echt op te vangen. En de burgers doen dat, mensen doen dat zelf. En dan vind ik ook dat een gemeente daar mee moet denken. Ik ken de individuele situatie hier niet. Als het niet op aan mag, dan moet de gemeente ook met een alternatief komen. De veiligheidsregio's hebben de opdracht gekregen om te organiseren. Daar is er zelfs sprake geweest van dwingend aanwijzen. Mm-hmm. Dus heel belangrijk, daar staat ons nog wat te wachten. Ik denk dat dit nog niet het einde is. Dan is het niet het goede signaal wat hier de gemeente afgeeft. Nee. Los van de individuele casus. We moeten de mensen die dat graag doen. We zagen net ook de veteranen die helpen. Iedereen helpt. Oekraïners zijn een buurland van Europa. We zijn een welvarend land. We moeten echt helpen in deze. Het is onze regio, Oekraïne, om de mensen op te vangen. Dus alle initiatieven die moeten gestimuleerd worden. Die moeten gesteund worden. Ja.